leuk dat jullie er zijn. Kelvin, hi. Oh. Hey. Vandaag op mijn kanaal iets fantastisch. Het is nieuw, het is verschrikkelijk fantastisch. Het is iets nieuws. Ik heb hier heel lang over nagedacht. Ik heb het heel lang op voorbereid, maar... Hallo? Oké, kom maar aan! Het is vandaag vlaggendag en dat betekent dat vandaag de dag is dat mensen massaal hun vlaggen buiten hangen omdat ze geslaagd zijn en dat is natuurlijk fantastisch. Maar nou is het zo dat een groot deel van hun op zoek is naar vakantiewerk. En dat is niet altijd makkelijk om te vinden en daarom heb ik vandaag via Tempo Team een werkplek geregeld voor één dag voor 3 geslaagden om erachter te komen of het de plek is waar zij deze zomer willen gaan werken, mensen. De eerste die ik ga ophalen is Nicky. Nicky, kom eraan! 6.5 hours later. Right, so, join me home. Kijk, ik weet niet waar ik nu ben beland. Nu al top. Er zijn allemaal mensen geslaagd hier. Ja, maar dat wat doe. Uit betrouwbare bronnen heb ik begrepen dat Nicky hier woont. Hallo. Je bent geslaagd! Ben je Nicky? Ja, ik ben Nicky. Hoe is het met je? Zenuwachtig. Ja, ben je zenuwachtig? Ja. Weet je wat we vandaag gaan doen? Nou, iets met een bijbaantje, maar verder is er nog niet zo heel veel verteld. Ja, ik dacht, weet je, jij bent natuurlijk geslaagd. Hoe was je reactie gisteren toen je het hoorde? Ik moest huilen. Pak je spullen, ben je er klaar voor? Ja, pak je shit en dan gaan we snel door, want ik moet nog 2 andere ophalen. We zijn er. Geslaagde nummer 2. Het is je boy Yuri. Ik ga hem nu even oppikken. Doe ik gewoon. We've got a badass over here. Hoera. Ja. Van harte gefeliciteerd, je bent geslaagd! Dank je. Ik heb een bloem voor je. Ja. Oké, gaan we weer doen. Jij bent Yuri, toch? Ja, zeker. Je bent geslaagd. Ja. Wat was je reactie toen je het hoorde? Opgelucht. Pak je spullen, we gaan vandaag iets heel leuks doen. Kom even mee, want we moeten nog iemand anders ophalen en we zijn al laat. Oh ja, trouwens. Moet nog even pissen. Mag ik pissen nog even? Ja, natuurlijk. Ja? Moeten jullie ook nog naar de wc of zo? Drinken? Koffie? Nee, dat is de kamer, die is er niet. Dus dat moet je nog even doen alsof het niet is. Ik had het ook tegen Peter. Ja, Peter is ook niet. Dan mag. Oh, er staat niemand. Hier is niemand. Ik heb je opgezocht op Facebook. Ja. Inmiddels is Femke toegetreden in de auto. Applaus voor Femke. Ja, dat is niet normaal. Femke, van harte gefeliciteerd. Je bent geslaagd. Voel je een beetje lekker? Ja, super. Weet je wat we vandaag gaan doen? Niet echt. Ja, het is zo dat we compleet zijn. Dus we zijn onderweg naar jullie droombaan. In ieder geval, dat moet nog maar even blijken. Maar jullie gaan vandaag. Gaan jullie aan het werk zetten vandaag? Ik ga vooral niet te hard werken. Ik ga een beetje koffie drinken en zo, weet je. Maar om de verrassing er een beetje in te houden, heb ik ervoor gekozen om jullie allemaal even blinddoeken om te doen. Oh. Ik hoop niet dat jullie wagenziek zijn. Ik heb ze hier. Moeten we allemaal op? Ja. A few moments later. Oh! Oh, jezus. Lieve mensen, we zijn heel Nederland afgereisd om deze 3 op te halen en we gaan ze nu eindelijk eens even voor de leeuw gooien. Maar jullie moeten even je blinddoek omhouden. Pak maar mijn hand en kom maar naar buiten. Blijf hier staan, anders word je overreden. Nee. Ik zie echt niks, hè? Nee. Ik zie echt niks. Zijn jullie klaar voor? Nee. Jawel. Je mag je de blinddoek niet afdoen, want we gaan nog even daarin lopen. Yeah. Lieve geslaagden. Het moment is dan daadwerkelijk daar. Vind je het spannend? Ja. Zijn goed naar links, ja. Oh. Pas op. Oké, jullie mogen dan het binnenkant doen. Welkom op jullie nieuwe werkplek! Stijn! Wat goed je te zien hier. En wat voor keuken zijn we? We zijn hier in het barbecue restaurant. En we maken hier totaal mee burgers. Burgers. Wat we vandaag gaan maken is burgers. Ik zie echt één grote glimlach. Het is of omdat je burgers lekker vindt of omdat je niet kan. Ik kan het niet. Genoeg gelul, we gaan gewoon een hamburger maken. Krijg je zo'n schortje om of zo? Ik ga een schortje. Dat is wel netjes, ja. Die vieze shirts en zo. Jullie gaan hamburgertjes maken. Ik heb nog niet gegeten trouwens. Dus ik ga de lekkerste opeten. Femke lust geen hamburgers. Hoe kan het dat iemand geen hamburgers lust? Stijn, ik zou vooral zeggen, zet ze lekker aan het werk. En dan ga ik lekker toekijken. Mag ik een espresso? Hey, hij is betaald! Ja, wat in de bon? Ik weet niet waar de bon is. Wat zou je willen? Een bacon cheese, een potje cola en een beetje frietjes. Oké, dat wordt dan 86,12 euro.
Binnen? Ja, vandaag is iets duurder. Want met fooien, want zij zijn heel duur. Zij zijn, echt, zijn de beste koks van Nederland. Dus wat wordt duur? Stijn, terwijl zij even daar hard aan het werk zijn, wil ik wel even weten. Wat moet je in je hebben om op deze plek te kunnen werken? Moet gastvrij zijn, bedrijfsbestendig zijn. Hij moet hygiënisch kunnen werken. En als je ze zo ziet, daar, denk je dat ze, dat ze geknipt zijn voor de job? Nou, weet je aan die het in de vingers. Ja, wie denk je het meest? Gewoon even... Ja, die Jasper was volgens mij wel een... Jasper... Zijn denk ik van die Ik weet gewoon niet helemaal naam. Hey Jasper, supergoed gedaan. Ik ken verder geen Jasper, maar heel goed. Jury, nee, ik denk Julia. Jullie hebben natuurlijk mensen net allemaal lekker voorzien van lekker voedsel. Maar ja, daar hoort natuurlijk ook een hele leuke taak bij. En dat is, hoe noem je het? Wat is het woord nog maar? Volgens mij heet het... Oh, sorry. Oh. Ja, nee. Sorry, ik had het niet gezien. Moeten we even uw tafel schoonmaken misschien? Ja. Mevrouw, vindt u ze nou een beetje klantvriendelijk? Heel erg. Ja, heel klantvriendelijk. Ja, heel klantvriendelijk. Heel goed. Nou, complimentjes aan jullie hoor. Hey, supergoed gedaan. Hey, Nicky. Ja? Zie jij wat ik zie? Ja, kijken. Wat zit daarin? Heel veel wachten. Ja? Ja. Ruik eens even. Ik zag daar een vuilnisman, die had een beetje hulp nodig. Ja. Dus ik zeg vooral neem hem mee. Oké, okay, ga ik. Waarom zijn jullie gestopt? Is deze op? Ja, die is op. Hier, jullie vergeten allemaal spul. Ik moet wel toegeven, ik ben wel moe gewoon. Op zich van deze dag, gewoon hard werken. Nee, Nicky moet ook nog in. Ze gaat er gewoon in. Doe maar dicht. Mijn naam, hey, doei. Dag. Weten jullie nog dat moment waarop jullie deze ruimte binnenliepen met een blinddoek? Toen je daar vol tegen die plant aanliep. Toen je tegen die plant aanliep, ja. Hoe vonden jullie het vandaag? Ik vond het heel erg leuk. Geslaagd. Femke houdt weer wijs haar mond. Niet echt. Ik heb jullie allemaal een groene en een rode paprika gegeven. Het is heel simpel eigenlijk. Als je hier wil werken, leg je de groene paprika onder de stol. Als je denkt, nee, ik ga toch liever bij de wasseretten werken, dat kan ook. Dan doe je dit. En dan kom ik straks terug met Stijn en dan zullen we zien wat jullie gekozen hebben. Veel succes. Vieze handschoen. Ja. Stijn, hoe vond je het vandaag? Ja, was gezellig. Ja? Als zij hier zouden willen werken, zou het mogen? Ja? Nee, we kunnen er heel lang omheen. We kunnen ook gewoon deze stolpjes omhoog gaan tillen. Ik ging gewoon met de middelste. Die is van Nicky. Mensen, wil Nicky hier werken? Ja! Waarom wil je dit zo zielsgraag? Nou, omdat ik het heel erg leuk vind om met mensen om te gaan en zo. Omdat je Stijn heel aardig vindt. En omdat ik Stijn heel aardig vind. Ja. We gaan door. Nummer 2. Het moment is daar. Jury, ga je me teleurstellen of niet? Het antwoord op de vraag, wil Jury hier werken, is... Ja! Waarom wil je dit zo graag? Want burgers maken wel leuk. Stijn vond jou ook goed. Dat zei hij net tegen mij. Dus meteen een complimentje op je eerste werkdag. Maar dan, kom er lekker bij. Kom lekker deze kant op. Femke, we hebben samen veel meegemaakt. Maar de grote vraag is natuurlijk, welke kleur heeft de paprika? Ben je klaar voor? Gaan we even. Hier, dit is allemaal oud nieuws. 3, 2, 1. Hebben we met z'n allen zo hard ons best gedaan. Komt toch echt door die hamburgers? Komt toch echt door de hamburgers? Want je gewoon geen hamburgers lust. Nee joh, er zijn nog genoeg baantjes voor jou. Laten we samen op zoek gaan naar het perfecte baantje voor je. En gaan jullie maar lekker aan het werk. Ja, doei. Jury en Nicky hebben een vakantiebaantje gevonden. Femke, helaas niet. Maar er is nog hoop. Je kan gewoon naar www.vakantiebaanen.nl gaan. En daar zijn nog genoeg vakantiebaantjes die op jou aan het wachten zijn. Mag ik deze hebben? Dankjewel. Doei. Doei.